Goedenavond. In de zoektocht naar de vermiste onderzeeër hebben reddingsteams klopgeluiden opgevangen die mogelijk van het vaartuig afkomstig zijn. Maar de tijd om de inzittenden te redden dringt. Our crews are working around the clock to ensure that we are doing everything possible to locate the Titan and the 5 crew members. De diplomatieke afweging was dat we er alle belang bij hadden om de kanalen open te houden en niet om de kanalen te sluiten. Premier Alexander De Croo en minister van Buitenlandse Zaken Labib verdedigen in het parlement hun beslissing om visa uit te reiken aan een omstreden Iraanse delegatie. Er kwam ook veel kritiek uit de eigen meerderheid. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de Griekse kustwacht fouten heeft gemaakt bij de ramp waarbij honderden vluchtelingen en migranten om het leven kwamen. En die dame van de verzekering zei ook nog dat ik er eigenlijk beter aan zou doen om de fiets niet alleen op slot te doen, maar hem ook nog eens extra te verankeren in je eigen huis. Seriously? Steeds meer mensen sluiten een fietsverzekering af, maar de voorwaarden die de verzekeraar oplegt zijn vaak erg streng. De klok tikt voor de 5 opvarenden van de onderzeeër die zondag vermist geraakte toen hij op weg was naar het wrak van de Titanic. Reddingsteams hebben wel bonsgeluiden opgevangen die mogelijk wijzen op een teken van leven. Maar het is bijzonder moeilijk om die geluiden te lokaliseren terwijl er nog maar voldoende zuurstof aan boord is tot morgenmiddag. Vanuit dit ingemaakt commandocentrum in de Amerikaanse stad Boston wordt de zoekactie naar de vermiste onderzeeër geleid. Er is intussen al een gebied van zowat de grootte van Vlaanderen onderzocht, maar dat verloopt moeizaam. As long as there's a opportunity for survival, we will continue to work with this broad unified command to bring every resource to bear on the search. Over the course of the next 24 hours, we're going to bring additional vessels, additional remote operated vehicles, and we're going to continue to fly in the air. So we'll continue to look. De zoektocht naar de Titan gebeurt zowel boven als onder water, met schepen en vliegtuigen die naar het gebied zijn gestuurd. Die gooien geluidsboeien in het water die geluiden kunnen detecteren door zelf ook signalen uit te sturen. En het is vermoedelijk zo dat er gebons werd opgevangen om het half uur, wat mogelijk wijst op leven. Maar waar het geluid precies vandaan komt, blijkt moeilijk te bepalen. De moeilijkheid is dat de akoestische golven onder water, die propageren zich niet rechtlijnig. Die worden afgebogen door zoutgehalte, door temperatuurgradiënten, door de drugsgradiënten. We moeten nu eigenlijk met meerdere sonarboeien werken om met kruispeilingen een meer exacte positie proberen te vinden. Frankrijk stuurde ook deze diepzeerobot die tot 6 kilometer diepte kan duiken. De tijd dringt in elk geval. Er was maar voor 96 uur zuurstof aan boord van de Titan en die zou morgenmiddag op zijn. When we went down, it was just, there were communication problems on every trip I've taken of the 4 separate dives I've taken with OceanGate. Every time there was a problem with at least, you know, sporadically communicating with the surface. Intussen klinkt er steeds meer kritiek op OceanGate, het bedrijf dat achter de onderzeeër zit, ook bij gewezen passagiers. Maar de eigenaar, die momenteel zelf aan boord is, had er alle vertrouwen in. Everything else can fail. Your thrusters can go, your lights can go, you're still going to be safe. Dag Björn Soenes. Rond deze tijd begint er opnieuw een briefing over de stand van zaken in die zoektocht. Weet je al wat meer? Heb je al iets opgevangen? Wel, er is daar voorlopig niks wereldschokkends gezegd. Dat wijst op een doorbraak. Maar we hopen natuurlijk meer te vernemen over wat die speciale vliegtuigen waar we nu kennis mee maken. Bijvoorbeeld het P3-vliegtuig. Dat is een lange afstandsvliegtuig dat probeert verkenningsoperaties uit te voeren en onder water vaartuigen kan detecteren wat zij precies hebben gehoord via die geluidsboeien. We willen misschien ook meer te weten komen over wat die eigenaar, die er zogezegd
gerust op was, in een andere interview heeft gezegd, namelijk dat hij heel erg bezorgd was dat als dit vaartuig verstrikt zou raken in visnetten bijvoorbeeld of andere obstakels, dat het vaartuig dan nooit meer naar boven zou kunnen geraken en dat de zuurstof dan zou opgeraken en dat er een grote ramp zou gebeuren. Ja, er komen wel meer en meer aanwijzingen eigenlijk. Hè, dat er toch wel wat veiligheidsproblemen, veiligheidsvragen waren bij de firma die deze expeditie organiseert. Absoluut. Sommigen zijn al 5 jaar oud. Van een ex-marine-ingenieur die voor het bedrijf werkte, die zei ja, die deur, die uitkijkpost, die moest gemaakt worden, die moest bestand zijn tegen een diepte van 4000 meter. Maar het bedrijf weigerde daarvoor te betalen. Blijkt ook dat die deur enkel kan worden open en dichtgemaakt van de buitenkant. Dus als ze boven komen en ze willen die deur openmaken omdat er geen zuurstof meer is, dan kan dat niet, want het kan niet worden opengemaakt van de binnenkant. Dat is toch een vreemd iets. Er zouden ook onvlambare materialen aan boord zijn, wat toch ook een gevaar is als er iets tot ontploffing komt of als er iets fout loopt in dat kleine vaartuigje. Er is amper benenruimte, er is weinig comfort. En naast wat die ex-werknemer heeft gezegd, is er natuurlijk ook die CBS-journalist die vorig jaar is meegegaan met zo'n tocht en toen al zei dat het er een beetje bric-à-brac aan toe ging in dat vaartuig. Die kritiek werd toen weggewuifd. Hij zei bijvoorbeeld toen dat het besturingssysteem waar de kapitein moest mee werken, dat dat een oude console was die gebruikt werd bij videospelletjes. Niet echt vertrouwenwekkend om zo'n operatie tot een goed einde te brengen. Het heeft veel geld gekost voor die opvarenden. En de vraag is, gaan ze nog ooit levend worden teruggevonden? Nog 16 uur, Wim. Dankjewel, Björn. Nu, bouwers van kleine onderzeeërs leven mee met de bemanning, maar vragen zich ook af of inderdaad de veiligheidssystemen wel goed hebben gewerkt in Titan. Volgens een Nederlandse fabrikant moet elke onderzeeër allerlei systemen aan boord hebben die hun werk moeten doen in geval van nood. Dit is de CruiseSub 7, die kan naar een diepte van 300 meter. Bij U-Boat Works in Breda maken ze kleine onderzeeërs voor maritieme onderzoekers en toeristen op cruiseschepen. Natuurlijk zal een duikboot die dieper gaat dikker moeten zijn qua drukvat. Dat is een heel belangrijk aspect en die zal daardoor ook vaak zwaarder zijn. Maar in de basis zijn heel veel veiligheidssystemen en heel veel standaardsystemen hetzelfde. Er is allerlei communicatieapparatuur, zuurstof voor 4 dagen en ook als de stroom uitvalt kun je deze onderzeeërs weer naar boven krijgen. Dit is hier een systeem in de duikboot met een heel simpel handpompje. Dus ik kan door het selecteren hier van een van de hendels en een paar keer te pompen, kan ik een boei afschieten. Die blijft altijd met een heel lang touw aan de duikboot vastzitten, waardoor je je positie kan weergeven aan de oppervlakte en zelfs omhoog gehesen worden. Wat er is gebeurd met de vermiste onderzeeër weten ze ook hier niet. Wat ze wel weten, die boot was niet officieel gekeurd. Er zitten wel een aantal systemen in die ook in dit soort duikboten terugkomt. Maar niet alles zit erin volgens de normen die wij gebruiken. Wat kan er dan gebeurd zijn dat er geen contact is? Of hij is buiten het bereik geraakt, of het systeem is beschadigd op de een of andere manier. En er zijn ook berichten dat er mogelijk geen communicatiesysteem op die duikboot zat. Alleen een tekstmessaging systeem. Gaat het toch mis, het luik van binnenuit openen kan nooit. De tegendruk op dat luik is zo gigantisch groot, dat krijg je niet eens open. Dus je kunt niet ontsnappen in die zin? Nee. De veiligheidsmechanismen zijn er allemaal opgericht om de duikboot in zijn geheel met de bemanning en passagiers naar boven te krijgen. In het centrum van Parijs zijn zeker 16 gewonden gevallen bij een zware gasexplosie. Zeker 7 mensen daarvan zijn zwaar gewond. Dat gebeurde allemaal zo'n 2 uur geleden. Op beelden is een grote ravage te zien in het getroffen gebouw, waarvan een deel is ingestort. De hulpdiensten zijn ter plaatse en de Franse politie vraagt om de zone te vermijden. Over de oorzaak van de explosie is op dit moment nog geen duidelijkheid, zegt het parquet. Une explosion qui a entraîné immédiatement donc un violent incendie, donc qui a été immédiatement évidemment attaqué par le pris en charge par les sapeurs-pompiers de Paris qui se sont rendus sur place très rapidement, qui ont d'ailleurs empêché la propagation de cet incendie à 2 immeubles mitoyens, qui ont été d'ailleurs sérieusement déstabilisés par l'explosion et qui donc ont donc été évacués. Federaal minister van Buitenlandse Zaken Hadja Labib en premier De Croo hebben vandaag in het parlement moeten uitleggen waarom ze toelieten dat een Iraanse delegatie naar Brussel kwam. Er was veel commotie over omwille van de manier waarop Iran omgaat met de mensenrechten.
Opvallend, de uitleg, vooral die van minister Labib, overtuigde ook heel wat parlementsleden van de meerderheid niet. En het zorgt voor spanningen binnen de federale regering. Een eventueel ontslag is nog niet van tafel. Dat een Iraanse delegatie naar Brussel mocht komen, was om een groot diplomatiek incident te vermijden met Iran, zegt de premier. Olivier van de Kastelen en drie Europeanen zijn dan vrijgelaten, maar er zitten nog 20 anderen daar in de cel, zoals de Iraans-Zweedse VUB-professor Jalali. Is een mensenleven een visum waard? En dat is voor mij de enige prioriteit geweest. Dat was de prioriteit om het lot van onschuldige Europeanen zoveel mogelijk te kunnen verbeteren. Al erkent de premier dat niet alles goed liep. Maar als je daar nu naar kijkt en de tijdslijn bekijkt, ja, dan is het overduidelijk dat, denk ik, beide regeringen tot de conclusie zouden moeten komen dat dit anders had moeten lopen. Zelfs als we dezelfde waarden niet delen, moeten we blijven praten, zegt minister Labib. En ze blijft erbij. Brussel-staatssecretaris Pascal Smet, die al ontslag nam over de kwestie, had die mensen niet moeten uitnodigen. Soyons clairs. Les invitations aux villes iraniennes n'étaient pas souhaitables. Elles étaient inopportunes. Ces initiatives interfèrent dans un dialogue déjà difficile. De verklaringen van de premier en de minister in de Kamer overtuigen de oppositie niet, maar ook heel wat partijen binnen de meerderheid. Al richten die vooral de pijlen op Labib. U hebt vandaag ook in uw inleiding volhard in een selectieve, tegenstrijdige beschrijving van de feiten. Deels foutieve voorstelling ook van de feiten. U hebt, denk ik, een geweldige kans gemist om klaarheid te scheppen in dit dossier. Echt een gemiste kans, want ik heb u in uw tussenkomst in de eerste minuten al 5 onwaarheden horen vertellen en ik ben dan gestopt met tellen, omdat uw tussenkomst gewoon ook bijzonder onduidelijk was. Er blijven dus duidelijk spanningen binnen de Vivaldi-meerderheid over de zaak. Dat is duidelijk, Anne van Rentergem. Jij hebt die zitting meegemaakt. En de essentie blijft nog altijd, als ik die vraag nog eens mag stellen, zal Labib ontslag moeten nemen of niet? Ja, absoluut. De zitting is nog altijd aan de gang. Maar het ontslag is zeker niet afgewend. Misschien is de situatie zelfs nog wat erger geworden. Het gevoel, en zeker ook bij de meerderheid, is dat zij haar verantwoordelijkheid eigenlijk vandaag niet heeft opgenomen. In tegenstelling een beetje tot de premier, die toch wel toegeeft dat de zaken anders hadden kunnen lopen. En bovendien is het Labib en Labib alleen natuurlijk die de bevoegdheid heeft om visa af te leveren. Gisteren leek het eerst even dat ze haar vel had gered, doordat uitkwam dat premier De Croo ook wist van het uitreiken van die visa. En hun lot leek dus een beetje aan elkaar gekoppeld. Maar ik moet toch zeggen dat de situatie vandaag anders is. Ja, haar positie, daar zijn echt nog heel wat vragen over. En hoe moet het verder nu dan? Wel, in principe zit de federale regering vanavond nog samen over de fiscale hervorming, was het plan. Maar ongetwijfeld zal dit onderwerp ook aangesneden worden. Vanmiddag was er trouwens al een kern waar heel wat spanning was over deze kwestie. En de conclusie was eigenlijk, we gaan deze namiddag uitkijken naar de commissie. We gaan allemaal luisteren en daar zal veel van afhangen. Maar je hoort dus, ja, de minister Labib heeft hier niet overtuigd. Is bijvoorbeeld een letterlijke zin die je kreeg van een federale minister. Dus het zal er absoluut nog over. Overgaan. Hier zal nog een deftig woordje over gesproken moeten worden. En pas daarna zal blijken wat de toekomst is van Haja Labib binnen de federale regering. Anne van Rentergem, dankjewel. Vooruit voorzitter Conor Rousseau heeft voor het eerst gereageerd sinds het filmpje werd gepubliceerd waarin hij vertelt hoe hij worstelt met zijn geaardheid. Die beelden werden door de VRT-nieuwsredactie toen niet uitgezonden, omdat we ze zelf geen vragen konden stellen in dat filmpje of in een ander interview over 2 meldingen bij het gerecht over ongepast gedrag. Maar Rousseau zegt nu dat hij maar weet heeft van 1 aangifte en dat die geseponeerd werd. Er is 1 aangifte geweest waarvan ik ben daardoor ondervraagd ook. En dat is onderzocht geweest en dat is geseponeerd wegens geen feiten. Dat is 1, dat is nog 1. Wel, dat heb ik gelezen in de pers, maar daar ben ik nog niet over gecontacteerd geweest. Je bent maar op de hoogte van 1 klacht. Ik ben zelf maar betrokken geweest bij 1 aangifte, voor alle duidelijkheid. We moeten de juiste termen ook gebruiken, bij 1 aangifte. Dat is onderzocht geweest en dat onderzoek heeft uitgewezen dat er geen feiten waren. Dat is geseponeerd.
Dus de rechterlijke macht moet maar doen wat ze moet doen. Hè. Daar kan... Wat vindt u ervan dat de media ervoor gekozen heeft om over die meldingen te schrijven? U bent er nu terug over aan het praten, dus dat moet u zelf weten. Het is wel een gevaarlijk precedent dat ik morgen tegen u een klacht kan indienen of een aangifte kan doen, die dan na aangifte blijkt niet waar te zijn. Maar doordat ik er dan toch over babbel, blijft er toch iets van hangen. En daarmee heeft u eigenlijk mijn tegenstanders eigenlijk wel een cadeau gedaan. Het reuzenrad in Middelkerken moet verhuizen door de klacht van één tweede verblijver. Het hele verhaal krijgt u straks. Eerst, de festivalzomer is nu goed begonnen en bij steeds meer festivals wordt een systeem gebruikt om cashloos te betalen. Maar dat systeem is niet helemaal veilig, zegt ethische hacker Inti de Keukenleire. Want de QR-code op de bandjes is voor iedereen zichtbaar en dus ook makkelijk te scannen. En dat kan aanleiding geven tot misbruik. Als je een festival bezoekt, krijg je aan de ingang een bandje met een QR-code. En met die code kan je geld op je bandje zetten. Volgens ethische hacker Inti de Keukenleire is het systeem niet veilig. Iedereen kan de code met zijn gsm inscannen. Dat is een bandje, ik ga dat rap even inscannen. Dan zie je hoeveel geld nog op het bandje staat. Met wat slechte wil maak je een vals profiel aan op de website. En dan kan je het saldo na het festival terugvragen. Zo zou je veel kleine bedragen bijeen kunnen scharrelen. Dan kan ik vanaf morgen gaan aanvragen om dat op mijn rekeningnummer te storten in plaats van dat van jou. Als je je bandje krijgt, probeer direct eens die QR-code in te scannen en kijk of je daar een account kan gaan aanlinken. Dat is eigenlijk het beste, want je kan maar één keer een account linken aan een bandje. De organisatie zegt dat ze dergelijke fraude, mocht die er komen, zullen achterhalen. Ik had zo'n fiets, een plooifiets, een bromton, dure fietsen. Dus het is ook de eerste keer in mijn leven dat ik een diefstalverzekering genomen heb voor die fiets, omdat dat aangeraden werd. Groot was mijn verbazing dan ook toen mijn fiets uiteindelijk gestolen werd en ik het deksel op de neus kreeg van de verzekeringen. Om bij een fietsdiefstal een beroep te kunnen doen op je verzekering, moet je goed de voorwaarden naleven, want die kunnen heel verschillend zijn per verzekering. Steeds meer mensen hebben een fietsverzekering. Vorig jaar is dat aantal met 40% toegenomen tegenover het jaar daarvoor. Maar fietsverzekeringen zijn relatief recent en er schuilen veel addertjes onder het gras. Nikki had een gloednieuwe plooifiets van €2000. Die stond in haar garage achter slot en grendel. Ja, de deur was op slot uiteraard. Twee deuren. Deur aan de straatkant en dan nog eens moest je de garage in ondergronds. En de eigenlijke garagedeur was ook nog eens op slot dus. Twee maanden geleden forceerden dieven de deuren en namen de bromton mee. De fiets stond niet op slot. Ah ja, dan kunnen we niet tussenkomen. U begrijpt toch dat we dan niet kunnen tussenkomen? Nee, dat begrijp ik totaal niet. En die dame van de verzekering zei ook nog dat ik er eigenlijk beter aan zou doen. Dat zij alle cliënten aanraden om de fiets niet alleen op slot te doen, maar hem ook nog eens extra te verankeren in je eigen huis. Seriously, echt waar. Ja, die fietsverzekeringen die bestaan eigenlijk nog niet ongelooflijk lang. Die worden veel aangeboden door kleinere spelers. En dus zie je dat die echt heel erg verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. De voorwaarden die ze stellen, maar evengoed de franchises. Nochtans nemen erg veel mensen nu zo'n verzekering, vaak voor dure fietsen, elektrische bijvoorbeeld, of koersfietsen. Vorig jaar waren er 250.000 contracten, 40% meer dan in 2021. Een derde ervan zijn geleasde fietsen. Maar we zien een aantal standaardvoorwaarden die telkens terugkomen. Zeker bij die diefstal waar we... Een slot die beantwoordt aan een bepaald veiligheidslabel gaat er altijd bij horen, als ook de fiets vastmaken. Dat hoort er ook altijd bij. Daarnaast kunnen ze verschillend zijn van de ene verzekeraar tot de andere verzekeraar. En daar moet je natuurlijk goed over informeren. De sector verwacht dat er nog gesleuteld zal worden aan de voorwaarden, maar fietsen blijven erg diefstalgevoelig, zeggen ze. Wat ga je nu doen? Ik heb ondertussen een nieuwe tweedehands bromton en ik heb hem niet verzekerd. In Brussel heeft een lagere school ermee gedreigd om het rapport en het diploma van kinderen die achterstand hebben met de betaling van schoolfacturen voorlopig niet uit te reiken. De directie van de Prinses Juliana School in Etterbeek wilde op die manier ouders aanzetten om hun schoolfacturen alsnog te betalen. Maar de wet zegt duidelijk dat rapporten achterhouden niet mag. Verontwaardigde ouders speelden de nieuwsbrief met het dreigement door aan Vlaams parlementslid Hannelore Goeman van Vooruit.
De directeur van de school heeft intussen zijn excuses aangeboden en geeft toe dat de communicatie niet gepast was. De Vlaams-Nederlandse Prinses Juliana School in Brussel heeft ermee gedreigd om het rapport in te houden van kinderen met openstaande schoolfacturen. Dat wist u al. Als je onbetaalde facturen hebt op school, dan moeten die betaald worden. Maar er zijn oplossingen voor. Er kunnen afbetalingsplannen worden afgesproken. Dat gebeurt gelukkig in veel scholen ook al. Maar het feit dat je zegt, een kind krijgt zijn rapport niet of krijgt zijn getuigschrift niet omdat een ouder zijn factuur niet heeft betaald, dat vind ik onaanvaardbaar. We gaan toch niet spelen met de toekomst van onze kinderen omdat ouders een factuur niet betaald krijgen. Dus dat is compleet onaanvaardbaar. Aan de Universiteit Gent zijn 50 examens zoek geraakt. Het gaat om examens voor het vak sociale marketing van de laatstejaars communicatiewetenschappen. De studenten kunnen nu kiezen het examen overdoen of terugvallen op de punten die ze kregen voor hun groepswerk. Op deze banken werd het examen op 31 mei gemaakt. 50 papieren exemplaren die de professor sociale marketing achteraf kwijtraakte op haar bureau. Een van de vermoedens is dat de examens meegenomen werden met de papierophaling, maar we zijn daar niet zeker van. Evengoed is daar iemand anders gepasseerd die dacht, ik neem dit bundeltje mee, het is een interessant bundeltje, maar we weten dus niet goed wat ermee gebeurd is. Het enige wat we heel zeker weten is dat ze verdwenen zijn. Zoekacties leverden niets op. Ook een diefstal kan niet worden uitgesloten. De studenten kunnen het examen nu opnieuw maken of ze vallen terug op de punten die ze kregen voor hun laatste groepswerk. De punten van het groepswerk zijn sowieso gegarandeerd. Is dat wel juridisch sluitend? Het is een uitzonderlijke situatie. Dit gebeurt zelden, dus we hebben ook gezocht met onze ombudsdienst, met de vakgroep in kwestie, met de professor in kwestie, naar de meest menselijke oplossing. Ook in overleg met de studenten die hierover gisteren geïnformeerd werden. Wij spraken 3 betrokken studenten die niet voor de camera willen en het examen niet opnieuw gaan doen. Op de campus zijn de meningen over de oplossing verdeeld. Ik zou eerder geneigd zijn van opnieuw examen te doen. Sowieso is het stom dat het is gebeurd, dat die kwijt zijn in de eerste plaats. Maar als het echt moet, dan denk ik opnieuw maken is een beter idee. Ik denk dat er wel een goede oplossing is. Zeker bij groepswerken zijn ze meestal wel wat milder met verbeteren. Hoe zouden jullie dit oplossen? Geen idee eigenlijk. Kinderen en jongeren die op zoek zijn naar psychische hulp botsen vaak op ellenlange wachtlijsten of zelfs patiëntenstops. Dat is ook zo voor Juliette. Zij is 12 en heeft dwanggedachten. Ik heb vaak heel veel stress en vooral op de manier hoe mensen spreken, daar ga ik vaak op in. Eigenlijk moet alles meestal zo perfect zijn. Wij hebben leren voor een stukje de dwang te negeren, maar het geneest niet. En dat is jammer, want elk jaar dat voorbij tikt, is eigenlijk een jaar dat we verliezen. Een hele reportage samen met een studiogesprek met kinder- en jeugdpsychiater Sophie Kromme ziet u vanavond om 8 uur in Ter Zake op Canvas. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de Griekse kustwacht in de fout ging bij de scheepsramp voor de Griekse kust van vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag kapseisde een vissersboot met aan boord zo'n 700 migranten in de Middellandse Zee. Slechts 104 mensen overleefden het drama. 82 lichamen zijn al geborgen, maar er zijn dus nog honderden vermisten. In Griekenland zijn ook 9 mannen aangeklaagd. Het zou gaan om de smokkelaars. Gisteren heeft de Griekse kustwacht nog 1 lichaam kunnen vinden. Wellicht zal dat het laatste zijn. Van de in totaal 82 geborgen lichamen begint nu het identificatieproces. Moeilijk, want er zijn veel meer vermisten dan lichamen. Vele kwamen uit Pakistan. Deze mensen komen met de moeder wanhoop een DNA-staal afgeven om op te sturen naar Griekenland. De mensen zijn woedend op de smokkelaars die hen verplichten op overvolle boten te stappen. Maar steeds meer wordt ook naar de Griekse kustwacht gewezen, die niet ingreep. Nochtans, ruim 12 uur voor de ramp, werden ze ingelicht door het Europese grensagentschap Frontex dat deze beelden maakte.
Een overvolle boot, niet zeewaardig en niemand die een reddingsvest draagt. Hier had de kustwacht volgens experts al een reddingsactie moeten opstarten. De Griekse kustwacht zegt dat ze geen hulp wilde, maar zo'n 8 uur voor de ramp stuurt de hulporganisatie Alarm Phone de kustwacht deze mail. De migranten vragen dringend om hulp. De Griekse kustwacht zegt dat de boot de hele tijd bleef doorvaren naar Italië, maar uit beelden van dit koopvaardijschip, 7 uur voor de ramp, en uit onderzoek van BBC blijkt dat de boot urenlang stil lag, met motorpech. Er duiken ook steeds meer getuigenissen op die zeggen dat de kustwacht hun boot probeerde weg te slepen. En daardoor is de boot volgens verschillende overlevenden gekapseist. Tientallen internationale organisaties vragen nu om een onafhankelijk onderzoek. Ook vandaag weer zijn tientallen migranten en vluchtelingen op zee verdronken, op weg naar Europa. Dat gebeurde tussen de kust van Marokko en de Canarische eilanden. Volgens lokale bronnen zouden minstens 35 mensen verdronken zijn. 24 mensen konden op tijd worden gered. China reageert erg misnoegd op uitspraken van de Amerikaanse president Biden, die president Xi een dictator noemde tijdens een toespraak. Biden refereerde aan het incident met een Chinese spionageballon boven de VS begin dit jaar. Daar zou de Chinese president niet van op de hoogte zijn geweest. Een situatie die volgens de Amerikaanse president beschamend is voor een dictator. In Honduras zijn zeker 46 vrouwen gedood in een vrouwengevangenis tijdens een massaal gevecht tussen rivaliserende bendes. De slachtoffers kwamen om het leven door steekwonden, schotwonden of door brand. Er kwam nog geen antwoord op de vraag hoe zoveel wapens in de gevangenis konden terechtkomen. En enkele duizenden mensen zijn afgelopen nacht samengekomen in Stonehenge om de zomerzonnewende te vieren, de langste dag van het jaar. Rond 4 uur vanochtend zagen de toeschouwers de zon opkomen achter de enorme rotsblokken, begeleid door zang, muziek en gebeden. De eerste dag van het staatsbezoek van het Nederlandse koningspaar aan ons land is gisteren afgesloten met een staatsbanket. Vooraf hebben de koningsparen geposeerd voor een officiële foto in de rotonde in het kasteel van Laeken, terwijl het buiten stortregende. Meer dan 100 genodigden uit de politiek, de bedrijfswereld en de culturele sector mochten aanschuiven voor Zeebrugse garnalen en Mechelse koekoek. Voor de koffie namen Filip en Mathilde hun gasten mee naar de Wintertuin, de grootste serre in Laeken. Zowel Filip als Willem-Alexander hebben nog eens de uitzonderlijke band tussen beide landen benadrukt, die zo goed is dat er zelfs kan gelachen worden met de geschiedenis. Meer bepaald over hoe België in 1830 in opstand kwam tegen het bewind van Willem I na de opera De Stomme van Portici en onafhankelijk werd van Nederland. Over cultuur gesproken. Morgen we hebben voor u hier in Brussel een concert van het Amsterdam Sinfonietta gepland. Een strijkorkest. Want ja, een opera, dat vonden wij in Brussel toch iets te risky. Dag 2 van het staatsbezoek begon vanochtend vroeg al in Brussel met een forum rond klimaattechnologie, waar 500 deelnemers uit België en Nederland onderzoeken hoe beide landen kunnen samenwerken. Daarna trokken de koningsparen naar Wallonië en splitsten ze zich op. Zo doken Filip en Willem-Alexander in de ruimtevaart en gingen wij mee met Mathilde en Maxima, die zich ondergedompeld hebben in de muziek in de Koningin Elisabeth Muziekkapel. En de oranje bloemen zijn voor jou. Ja, ik dacht het wel. Hè? Mathilde en Maxima zijn samen op pad om te genieten van muziek in de Koningin Elisabeth Muziekkapel in Waterloo. Met de kinderen. Kijk eens, willen jullie met ons gewoon in de foto komen? Hier kunnen uitzonderlijk getalenteerde jongeren een master na master in muziek volgen. En die droom van haar voorgangster koningin Elisabeth wou Mathilde graag tonen aan Maxima. In
In 1937 is dat begonnen. Koningin Elisabeth speelde zelf instrumenten. Wou een plaats geven om, hoe zou ik zeggen, de muziek te laten stralen. Wij behoren tot de top. En intussen tijd hebben we boven de 30 nationaliteiten. En dus wat mij betreft zijn we de United Nations of Music. Mathilde en Maxima volgen hier een masterclass viool van bijzonder een Nederlandse studenten. Ze beseffen allebei de kracht van muziek en promoten het onderwijs ervan. Maxima bijvoorbeeld via de stichting Muziek in de Klas. Nou, fantastisch. En ook uit Amsterdam. Ja, klopt. Hoe lang bent u al hier? Dit is mijn eerste jaar. Eerste jaar. Wij genieten ervan. Dat u weet, ook van mijn les, genieten we echt enorm van. En wie sera au mois de mai prochain au concours en Elisabeth? Vous pouvez. Oh. Bon. Oké. Okay. Ja, we gaan dat afspreken. Ja. Heel goed. Veel succes, hè. En misschien tot volgend jaar. Geweldig. Wij waren totaal niet op de hoogte. Wij krijgen een deurwaarder op bezoek. Wij moeten het reuzenrad stilleggen, de opbouw ervan. Tenzij een boete betalen van 5000 euro per dag per persoon die aan het reuzenrad werkt. In Westende, een deelgemeente van Middelkerke, moet het reuzenrad op de dijk verhuizen na een klacht. De klacht werd ingediend door iemand die in Middelkerke een tweede verblijf heeft. Het rad zou er heel de zomer staan en de bewoner zegt dat hij de zee niet meer kan zien. Hij trok met een eenzijdig verzoekschrift naar de rechter en die gaf hem gelijk. Daarop is nu de afbraak van het rad begonnen. Het moet elders weer opgebouwd worden. Een extra kost van 30.000 euro voor de gemeente. Het rad was bijna helemaal gemonteerd toen de bouw door de rechter werd stilgelegd na een klacht van een buurtbewoner. Wat volgt is geen feestelijke opening komend weekend, maar een afbraak. Veel passanten begrijpen het niet. Vorig jaar stond hier ook een rad. Dat was heel aangenaam en nu mag het weer niet meer. Heel erg voor de mensen die hier wonen en voor de verblijvers. De rechter zou moeten slimmer zijn eigenlijk met manier van spreken en zeggen, ja, we gaan geen ganse gemeenschap gijzelen. Het nut van de ene mens die er dan nog niet woont schijnt. De tweede verblijver en zijn advocaten reageren niet op de uitspraak, maar de burgemeester van Middelkerke wel. Hij betreurt het gebrek aan overleg en voelt zich koud gepakt. En dat is het grote probleem. Het is de ranzigheid van één persoon die opweegt tegen het belang van de gemeenschap. Vorig jaar stond er hier een reuzenrad. Er hebben 44.000 mensen opgezeten. Dus 44.000 mensen hun plezier ontnemen. Omdat er één persoon zegt, ja, ik kan de zee niet zien. Dan is het toch redelijk erg, hoor. Procederen tegen de uitspraak heeft geen zin, zegt de dekker. Dat zou tot lang na de zomer duren. En het rad een klein beetje opschuiven is ook geen optie. Schuiven we het reuzenrad 100 meter naar hinder op, dan hebben we problemen met natuur en bos. Want dan zitten we te dicht bij de duinen en dan zit er altijd wel een eikelmuis of een duinpieper in de weg en gaan die mensen ook reclameren. Het is bijna onmogelijk geworden in deze maatschappij nog iets te doen zonder aan de rechter te passeren. Maar gemeente en eigenaar hebben een oplossing gevonden, ook al was het puzzelen. Ja, we hebben wel een klap gehad. Ik wist niet wat ik moest doen, maar ja, het was niet persoonlijk op mij. Dat was mij en de gemeente. Ik heb de gemeente gebeld en we hebben een oplossing gevonden. Verhuis naar het centrum van Middelkerke. Precies, we verhuizen. Dat is een beetje zonde voor Westende, maar ja, wat kunnen we doen? Straks nog film. Elemental is de nieuwe film van Pixar, een huzarenstukje. En we vertellen u ook waarom dat zo is. Tess, we gaan de sport beginnen in Luik, Want Karel Hoefkes is voorgesteld als trainer van Standaard. Ja, hij heeft zijn eerste persconferentie gegeven en hij heeft echt zijn uiterste best gedaan om die ook volledig in het Frans te geven. Het was opvallend nieuws vorige week. Karel Hoefkes, ex-coach van Club Brugge, die nu aan de slag gaat bij Standaard. Vandaag werd hij daar dus officieel voorgesteld. Zijn assistent Yaya Touré die was er nog niet bij. Maar Hoefkes had die absolute voetbalster niet nodig aan zijn zijde om de harten van de Luikse Frans toch al te veroveren. Le moment quand j'ai pensé de Standaard, pour moi c'est une femme avec une qui est belle du jamais vu. C'est aussi ma première danse, le Lady in Red. Et parfois on fait un peu danser pour que le stade peut brûler.
Karel Hoefkes is de eerste Vlaamse coach van Standaar in 26 jaar. En dus wil hij in Luik graag Frans spreken. Misschien wel te graag. Welke ambities heb je met Standaar? Well, l'ambition avec... Ah. Mag in Nederland. Ik ga in Nederlands proberen. Nee, de ambitie van Standaar dit seizoen is play-off 1. Hoefkes had meerdere aanbiedingen, maar toen Standaar interesse toonde, heeft hij niet getwijfeld. De manier dat de eerste gesprekken verlopen zijn, de manier, het gevoel dat ik had, heel positief. En ik kies eigenlijk, ik doe elke beslissing met mijn hart, met mijn gevoel. En dat is er nu ook zo eentje. En hij krijgt een heel grote naam naast zich als assistent. Bonjour, moi c'est Touré Yanninieri. De Ivoriaan Yaya Touré speelde in zijn beginjaren nog bij SK Beveren in ons land en groeide daarna uit tot een wereldtopper bij Barcelona en Manchester City. Nu wordt hij de rechterhand van Hoefkes. Voor hem was dit een hele mooie stap ook om te doen. Dus dat is de reden dat hij hier is en waarom dat ik een heel goed gevoel heb bij hem. Standaar is de tweede club waar Hoefkes hoofdcoach zal zijn, na Club Brugge. Daar eindigde zijn verhaal abrupt na 7 maanden. Ik heb een hele mooie tijd gehad bij Club Brugge. Ik heb ook totaal geen revanchegevoelens naar Club Brugge toe. Je weet wat er kan gebeuren als je coach bent. En ik wil gewoon tonen wat ik kan doen bij de ploeg Standaar. En ik ben zeer tevreden om hier te zijn. De jonge Rode Duivels spelen op dit moment hun eerste match op het EK voor belofte. Een derby is het tegen Nederland. Oranje begon sterk aan de wedstrijd. Ze zijn ook een sterke tegenstander. Ze hebben meteen een dubbele kans, maar het is verdediger Koni de Winter die goed wegwerkt. Net voor de rust is er toch ook een grote mogelijkheid voor België. Luis Openda wordt gestopt door Bart Verbrugge. Aan het begin dan van de tweede helft zijn de jonge Duivels ook nog 2 keer dicht bij de openingsgoal. Maar de bal gaat eerst tegen de lat en Verbrugge redt wat later de poging van Balikwisha. Zo is het dus nog altijd 0-0. We zitten daar nu in de laatste 10 minuten. Wie benieuwd is hoe het afloopt, die kan het best stappen naar Canvas, want daar zenden we die wedstrijd uit. En van de jonge Duivels gaan we naar de oude Duivels, tussen haakjes dan. Want de Rode Duivels hebben hun laatste match van het seizoen gespeeld en gewonnen. 0-3 werd het tegen Estland. De 3 belangrijke punten voor de EK-kwalificatie zijn dus binnen. Echt sprankelend was het wel allemaal niet. Door alle afwezigen ontbrak het de ploeg aan ervaring en automatisme. Romelu Lukaku, de aanvoerder, die sleepte de Duivels er wel doorheen met 2 goals. Veel jonge Duivels in de ploeg van Domenico Tedesco, daar houden de fans wel van. In afwezigheid van Thibaut Courtois staat Mats Sels van Strasbourg onder de lat. Lukaku is opnieuw aanvoerder. De eerste 37 minuten zijn dramatisch. Een opeenstapeling van slechte passes, misverstanden, weinig agressie, nerveuze Duivels, te traag, te weinig druk, om eens flink van te zuchten. At the beginning we played very nervously. We played too easy. Too soft. We have to play stronger, with more pressure, faster, overplaying also teammates to move such a compact block. En dan is daar plots Romelu Lukaku, die niet goed in de match zit, maar wel staat waar hij moet staan op een voorzet van Franks, komt hij voor zijn man 0-1. Zonder veel emotie, zijn 5e goal wel in 3 matchen. Dat kunnen we ook van de overkant. Nu is Theaat de aangever. Strakke bal, Lukaku maakt er 0-2 van. Scoren aan bijna 100%. Vanaf nu komt er rust in de ploeg. Romelu staat er altijd, hij is een fenomeen. En ik ben heel blij dat hij in onze ploeg speelt. Ik denk dat hij heel veel in het spel betrokken was, maar 2 voorzetten en hij staat 2 keer op de goede plek. En dat is Rom ook. Ook de tweede helft stelt niet veel voor. Een bedrijvige Bakayoko maakt er nog 0-3 van. 3 prima punten op weg naar het EK. Nu tijd voor vakantie. Ja, vakantie, maar in het voetbal duurt die niet lang, want vandaag is er al geloot voor de voorrondes in het Europees voetbal. Racing Genk begint in de tweede voorronde van de Champions League tegen FC Servette, de nummer 2 uit Zwitserland. In de Conference League, de 3e Europese beker is dat, hebben we 2 Belgische ploegen. Club Brugge speelt tegen Aarhus, een Deense ploeg. En Gent speelt dan weer tegen de winnaar van het duel tussen Žilina en Tallinn. De heenmatchen worden al eind juli gespeeld.
De Belgian Cats die kennen hun tegenstander ook in de kwartfinale van morgen op het EK basketbal. Het wordt Servië. Dat land won gisteravond een barragematch tegen Groot-Brittannië. Servië is de titelverdediger op het EK. Sterke tegenstander dus, zeker op papier. Want dit jaar lijkt de ploeg toch wat minder sterk. En de Belgen die trekken dus vol vertrouwen naar de wedstrijd. 24 uur voor de kwartfinale tegen Servië trainen de Cats in de prachtige Stožice Arena. De Cats zagen gisteren op televisie de wedstrijd van Servië tegen Groot-Brittannië. Ze zijn niet onder de indruk van hun komende tegenstander. Ik denk dat als we onze beste basketbal spelen, dat we Servië altijd moeten verslaan. Maar het blijft Servië. Ze zijn misschien minder sterk als 2 jaar geleden. Maar het is een land dat altijd vecht tot op het einde. Heel fysiek speelt en daar hebben we het niet altijd gemakkelijk mee. Coach Rashid Mezian was gisteravond aandachtig waarnemer in de zaal. Hij zag een trage Servische ploeg en dat kan een voordeel worden voor de vaak flitsende Cats. J'espère que la Servië dans deux jours sera encore fatiguée parce que il y a des moyens de passer avec juste en mettant de l'intensité, en imposant notre rythme. Je pense que ça va être une des clés dans le plan de jeu. Voor 2 jaar verloren de Cats met 1 punt in de halve finale. Ze willen revanche zonder zichzelf druk op te leggen. Er is druk, maar iedereen gelooft er wel echt in. En dat is iets dat ik nog niet echt veel heb gehad bij de Cats. Dat we echt het gevoel hebben dat we gewoon de favoriet zijn. En dat we er echt gewoon aan willen beginnen. We hebben ook nog een eitje te bellen met hen 2 jaar geleden. En dat motiveert ons alleen maar. 1-10! Belgian Cats tegen Servië, dat is morgen om 3 uur bij ons te bekijken. En ik ben hier met een half oog ook naar België-Nederland aan het kijken. Nog altijd 0-0. 0-0. Enkele minuten. Dank je wel. Oh. How did you do that? It's the minerals. Check this out. Awesome! Vanaf vandaag kan je gaan kijken naar een nieuwe film van Pixar, de beroemde animatiestudio van Disney, die al heel wat mooie films, tekenfilms dan vooral, voorbracht. Technisch is Elemental misschien wel de moeilijkste film die Pixar ooit maakte. En dat komt door de hoofdpersonages. Water, vuur, aarde en lucht, de 4 oerelementen dus. En die zijn niet bepaald makkelijk om te animeren. Sorry. You're so hot. Excuse me? In dit verhaal wordt een elementje water, Wade, verliefd op een elementje vuur, Ember. En ze hebben elk hun eigen karakter. Fierce. I'll go with that one word. How about you? Let's see. Hopeful. Oh, hopeful. He really is. He is. But we all live by one simple rule. Elements cannot mix. De vraag was, hoe breng je die oerelementen in een tekenfilm tot leven? En het is het water dat de regisseur de meeste kopzorgen gaf. That's better. Oh. With water, because he reflects the room or the sky or the water and light changes his color through every shot, he became very really difficult hard. Throughout the entire movie. Really hard. And his hair, that yeah. Trying to get that to look good was really hard. I mean, he was hard. Watch this. Er was nieuwe computertechnologie nodig om de animaties goed te krijgen. En ook van de stemacteurs werd veel verwacht. Want probeer maar eens als vuur te klinken als je zoals Leia je debuut maakt in een animatiefilm. Winner, winner, charcoal dinner! I already kind of have a slightly raspy voice in general. And then there are also upper, higher ranges of my voice that almost kind of sound like steam or like a teapot kettle like bust or like bursting like so he also incorporated the higher parts of my voice too and not just the rasp. Try this. Dad, those are too hot. I love hot food. Elemental is geen meesterwerk zoals Toy Story of Up. Maar voor kinderen zeker genietbaar. You see? He likes it. Vandaag vrij zonnig en warm. Vannacht is het eerst ook nog droog met opklaringen. Later komen meer wolken opdagen en in het zuidoosten gaat het regenen met soms een onweer erbij. Minima tussen 13 en 18 graden.
En dan morgen gaat het soms langdurig en hevig regenen in het centrum en het oosten met kans op onweer ook. In sommige streken kan er veel neerslag vallen met kans op wateroverlast. De maxima schommelen rond 20 graden. In de zoektocht naar de vermiste onderzeeër hebben reddingsteams klopgeluiden opgevangen die mogelijk van het vaartuig afkomstig zijn. Ook vandaag zijn nog klopgeluiden opgevangen, zo is net gezegd. En er worden extra schepen ingezet nu. Er is toch tot morgenmiddag zuurstof aan boord. Dat was het voor nu. Ik wens u een rustige woensdagavond. Tot kijk. As long as there's a opportunity for survival, we will continue to work with this broad unified command to bring every resource to bear on the search. We moeten nu eigenlijk met meerdere sonarboeien werken om met kruispeilingen een meer exacte positie proberen te vinden. Het heeft veel geld gekost voor die opvarenden. En de vraag is, gaan ze nog ooit levend worden teruggevonden? Nog 16 uur binnen.